Goedenavond, welkom bij Noord Vandaag. Zo'n 200 buitenlandse studenten hebben in de stad Groningen nog geen kamer gevonden. En ze gaan demonstreren. Rob Mulder, je hebt een aantal van die studenten, heb jij gesproken? Ja, al weken geen onderdak, maar ze houden moed. Kijk, dat is knap. Ja, en fractievoorzitter van de SP, Jimmy Dijk, vindt dat deze groep studenten op een schandalige wijze wordt uitgebuit. Een grote markt vol militairen. Ja, een bijzonder moment voor Wouter Meerma en zijn moeder. Wouter is vanmiddag beëdigd en wordt binnenkort uitgezonden voor een buitenlandse missie. Een grootscheepse rampenoefening op zee. Ja, Bart, we gaan beginnen met nieuws over Sint Maarten. Ja, Sint Maarten. Gisteren hadden we al contact met Hendrik Ekema, een damster die op Sint Maarten woont. Ja. Die kreeg vandaag dit te verwerken. Deze storm, Irma, heeft ontzettend huis gehouden op het eiland. Nou ja, als je er al wat in kunt zien, dan zie je dat het een en al ravage is. Alles sneuvelt hier. En ook de camera sneuvelt hier in beeld. Inmiddels weten we net voor de uitzending via de zus van Hendrik dat het niet het enige is dat helemaal aan diggelen ligt. Zijn hele huis en zijn werkplek zijn vergaan in de storm. Ja. We hopen dat het naar omstandigheden met Hendrik zelf goed gaat. Ja. Het lijkt er alleen dat weten we nog niet? Nee, dat weten we nog niet zeker. Het lijkt er alleen op dat hij alleen nog zijn paspoort heeft. Dus dat is gewoon heftig nieuws. Het was de zwaarste in de geschiedenis. Windsnelheden van meer dan 300 kilometer per uur. Ja, ik denk dat we ons daar geen voorstelling bij kunnen maken. Nee, hoe hard er zijn onze stormpjes mietjes bij. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Goed, enkele honderden buitenlandse studenten hebben in de stad Groningen nog geen kamer gevonden. En de nood is zo hoog dat de studenten deze week de straat op gaan om te demonstreren. Jimmy Dijk van de SP, ja, u maakt zich daar nogal druk over. Waarom eigenlijk? Nou, omdat wij, dit is niet een probleem van alleen dit jaar. Dit speelt al een aantal jaren. Ja. Wij zien een groei van studenten aan de Rijksuniversiteit en de Hans Hogeschool, internationale studenten, van zo'n 500 per jaar. Dat geven ze zelf ook aan op hun website. En dit is het zoveelste jaar achter elkaar dat studenten in Groningen aankomen. Ja. En dat er te weinig woonruimte voor hen beschikbaar is. En wie verwijt u wat? Ik verwijt het de Hans Hogeschool en de Rijksuniversiteit. Zij trekken de studenten naar Groningen toe, ja. Werven in het buitenland expliciet op internationale studenten. Ja. Hebben ook een internationaliseringsdrift. Ja. Daar is aan zich niet heel erg veel mis mee. Maar als je ziet dat het dit soort maatschappelijke gevolgen heeft, mm-hmm. maar ook gewoon individueel leed van mensen die hier aankomen op het station. Maar de Hans Hogeschool en de Rijksuniversiteit hoeven toch niet voor huisvesting te zorgen? Nee, dat zou je zeggen in eerste instantie niet. Kijk, het zijn universiteiten, die moeten goed hogescholen, die moeten goed onderwijs verlenen. Ja. Maar als zij zo actief aan het werven zijn naar internationale studenten en maar die groei de hele tijd willen groter willen maken. Dan moet je toch wel als Rijksuniversiteit en Hans Hogeschool ook de verantwoordelijkheid nemen en voor huisvesting zorgen. En natuurlijk speelt de gemeente daar ook een rol in. Ja, laten we even kijken wat de Hans Hogeschool daarvan vindt. Het aantal studenten neemt sneller toe dan het aantal kamers. Toen wij daar vorige week achter kwamen dat er ook dit jaar mogelijk toch nog weer studenten geen kamer hebben, zijn we meteen om tafel gaan zitten met de gemeente en met de RUG om te kijken hoe we daar een oplossing voor konden vinden. Die hebben we gevonden, dat vind ik op zich heel mooi, dat is binnen een week gelukt. Dat is een sobere oplossing. De kritiek vind ik niet terecht. Ik denk dat dat op dit moment is wat we kunnen doen. Ja, die studenten kunnen nou terecht in een voormalige AZC. Prima oplossing, toch? Ja, het is interessant. Hij zegt die kritiek is niet terecht. Ja. En hij zegt aan de andere kant dat hij verbaasd is dat er weer studenten in Groningen aankomen die geen kamer kunnen vinden. Daar kan hij niet verbaasd over zijn, dus? Nee, dat is onmogelijk. Nee. Ze zien aan hun inschrijving hoeveel studenten er zich inschrijven. Ook hoeveel internationale studenten dat zijn. Er is vorig jaar een speciale werkgroep met de gemeente, de RUG en de Hans Hogeschool opgericht. Ja. Die moeten gaan kijken voor zorgen dat studenten goed worden geïnformeerd en een kamer kunnen vinden. Maar is dit geen prima oplossing dan? Nee, in eerste instantie vind ik dat we de discussie in Groningen aan moeten gaan over het aantal studenten wat wij naar de stad toetrekken vanuit het buitenland. Ja. Want als dit het gevolg is dat mensen op stations of in volle hostels staan, dat is het tweede wat ik inderdaad wil aangeven. Die studenten die moeten in een oud asielzoekerscentrum aan de Van Swietenlaan moeten zij een kamer delen met drie studenten. Ja. Daarvoor betalen ze 16 euro per nacht.
Als je dat uitrekent, dat betekent dat is €480 per maand. Keer 3 studenten voor een kleine kamer, geen keuken. Dat is €1450 per maand, €1440 per maand. Daar is dus 1 ontwikkelaar die daar ontzettend rijk van wordt komende maanden. Ja. Ja, en het is geen structurele oplossing. We moeten op zoek naar een structurele oplossing voor dit probleem. Het speelt al 3 jaar. Daarvoor speelt het ook al, maar in veel geringere mate. En wij zien dat op deze manier studenten echt worden overgeleverd aan huisjesmelkers die daar veel geld aan verdienen. U mag eigenlijk antwoord geven op de vraag die u min of meer ook stelt. Wat is dan de oplossing? De oplossing is dat wij moeten gaan bijbouwen. En we moeten vaste afspraken gaan maken met de Rijksuniversiteit en de Hans Hogeschool. Dat zolang er niet voldoende is bijgebouwd, maar dat er niet meer bijbouwen? Een heleboel. Ja. En dat doen we al de afgelopen jaren. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg. In de stad Groningen worden er voor jongeren kwalitatief goede studentenhuisvesting wordt er gebouwd. Dat is niet in de wijken waar er veel overlast ontstaat door verschillende woonvormen. Dus wij moeten bijbouwen en aan de andere kant moeten we echt afspraken gaan maken met een maximum aan aantal internationale studenten die we naar Groningen toetrekken, zolang we niet voldoende woningvoorraad hebben. Bart, er wordt ook veel over gesproken op social media. Er wordt veel over gesproken, maar ik wil vooral een paar voorbeelden laten zien. Dit is bijvoorbeeld Moritz Braameyer. Nou ja, die vindt geen woning in Groningen, die heeft dan een hele mooie bus heeft hij van zijn ouders meegenomen. Staat hij mee op de camping. Oh, ik wou zeggen, het is een expeditiebus. Nou, dit is het. Veel mensen willen hier graag mee op vakantie met zo'n bus een keer. Maar ja, studeren in zo'n bus is dan toch wel weer een ander verhaal. En hij is dus een van de vele woningzoekenden. Nou, die groeperen zich voor een deels ook met een protestactie, hadden we het al even over. En die gaat vrij hard. Vanochtend waren er 65 inschrijvingen. Inmiddels zijn het er iets meer dan 80, maar geven ook nog eens meer dan 340 mensen aan geïnteresseerd te zijn om die protestactie bij te wonen. Bij het academiegebouw is dat vrijdag. Ja. Dan komen ze in slaapzakken en in tentuitrusting om maar aan te geven dat het onderdak het probleem is. Dan heb je ook nog dit. Fuck the housing shortage in Groningen. Dat is de toon waarmee de internationale studenten hier momenteel over praten. Hierop worden ergernissen en tips met elkaar gedeeld. En zie je bijvoorbeeld ook deze foto van Elzo Smit. Die zegt van, kom naar Groningen, je studeert op een topuniversiteit, je fietst door een prachtige stad en je slaapt op straat. Ja. Dat is de toon. Is dat de toon die jij ook vandaag Nee. Want de fuck the housing shortage en zo. Ik heb hele aardige studenten ontmoet. Het vervelende is dat het alleen maar buitenlandse studenten eigenlijk overkomt. Een paar Nederlandse. Omdat die niet de mogelijkheid hebben om hier al eerder te zijn om kamers te zoeken. Bovendien op Kamernet, de helft van de kamers die op Kamernet wordt aangeboden, dat staat bij Dutch only. Vind ik heel raar. Want een Duits of een Engels of een student waar vandaan dan ook is gewoon een student, zeg maar. Die praat alleen jouw taal niet, maar doet een beetje normaal, denk ik dan. Maar dat is een extra probleem voor ze. Dus het duurt wat langer voordat zij onderdak zijn. Of er echt structureel wat moet worden bijgebouwd. Elk jaar doet het zich voor. En na 2 maanden is het ook weer opgelost. Dus dat is de andere kant. Dus ze vinden wel wat, alleen het duurt even wat langer. Maar ik wilde ze toch even opzoeken vandaag. Ik ben naar het Simplon Hostel geweest aan het Boterdiep. Zo'n bomvol hostel trouwens, dat dan weer wel. From Barcelona. I'm from Luxembourg. Een beetje noordelijk van Hamburg. Helsinki. I'm from Turkey, Istanbul. In dit hotel zitten mensen uit eigenlijk alle landen van Europa. Jonge mensen die gaan studeren aan de Rijksuniversiteit en die zoeken een kamer. Maar daar valt niet mee. I arrived 2 weeks ago and well, I'm searching rooms for the moment. We hebben heel vaak de afgelopen weken moeten zeggen dat we helemaal vol zitten. Like in the next few days something will clear up. I hope that. Heel vervelend voor ze. Vooral voor de buitenlandse studenten die hier komen, die de stad nog niet kennen, is het natuurlijk heel vervelend. Ja, ik zit hier maar 3 dagen, maar ik ga dan morgen weer naar huis toe en dan volgende week zie ik wel weer. Ja. En hoe ga je dat dan met je studie doen straks dan? Ja, dat weet ik nog niet. Dan kan je hier niet in een hostel of een stapelbed doen, denk ik. Nee. Maar ik heb nog het voordeel dat ik nog naar huis kan in het weekend. Ja. En dan kunnen we mijn medestudenten hier. Ik heb vandaag een woningsbezichtiging gehad. Vielleicht läuft's goed. En je ziet ook dat dat er allemaal clubjes gaan ontstaan. Hè? En ze helpen elkaar een beetje. Dus, dus het verbroedert ook. Ja, het verbroedert wel een beetje. Ja. Er is nothing to find any normal permanent or any kind of room. There is one room where we have possibility, but we haven't signed anything yet. Somebody has a room or room, yeah, I can rent it. Herhangi birisi bir odası veya bir evde bir yeri varsa, orada kalmak isterim. Thank you. Juist. Wat zei hij?
Dat hij een kamer zoekt. Oh. Wij zijn even slim, man. Doe dat even voor de Turkse gemeenschap. Die hebben wij. En misschien helpen jullie even wat extra's voor je. Een Turkse jongen. Maar het, het verbroedert. Het brengt een sfeertje. Maar het is natuurlijk gewoon niet prettig. Waar ik het wel mee eens ben, is in hogere zin. Als wij mensen uitnodigen. Als jij mensen thuis uitnodigt. Dan zorg je dat er eten en drinken dat het voor elkaar is. Mm. Komen ze van ver. Dan zorg je voor een bed. Ja. Je kunt niet, zoals de man van de Hans Hogeschool zegt. Al die buitenlandse studenten werven. En ze dan niet het welkom geven dat ze verdienen, want die verdienen een extra warm welkom. Dat moet ik nog even aanvullen. Dat heb ik niet op social laten zien, maar ook op die student housing communities helpen mensen elkaar ook. Kun je geen onderdak vinden, kom dan even naar de ik vind dat ook de universiteit en de Hansen dat zouden doen. En hiermee ronden we dit onderwerp even af. Zen. Inderdaad, een olieramp op de Waddenzee. Ja, je moet er niet aan denken. Nou, om daar goed op voorbereid te zijn, is zo'n ramp nagespeeld. Het kan zomaar gebeuren. Twee olietankers die met elkaar in botsing komen waarna er olie in de Waddenzee lekt. Schiermonnikoog is het laatste decor van de driedaagse oefening. De olie op het strand moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. We gaan met de hele groep op linie het strand schoonmaken. En met wind meewerken. En zorg voor elkaar dragen ook. Gisteren zijn schepen met veegarmen in actie gekomen. Er is gekeken in welke formatie de schepen het beste kunnen varen om de olie op te ruimen. Om de oefeningen realistisch te maken zijn houtsnippers en stro gebruikt. Stro gedraagt zich als olie op het water, het drijft op het water, het verspreidt zichzelf ook. Daarmee simuleren we alsof het een olieverontreiniging is. Vervolgens zie je daarachter drie schepen klaar liggen met de veegarm langs zij aan één kant van het schip. Meestal aan de rustige kant ten opzichte van de wind. En wat ze gaan doen is zorgen dat ze goed in positie komen voor de olievlek, of in dit geval de stro. En halen ze stro van het water af. Er wordt ook gekeken of de samenwerking in de onderlinge communicatie goed is. Want dat is soms wat lastig. We moeten gewoon wat er voor de bek komt pakken en dan moeten we gewoon weer opnieuw. Ja, je bent erg slecht verstaan, André. De oefening is groot omdat er heel veel partijen aan meedoen die met de Waddenzee te maken hebben, zoals gemeenten en natuurorganisaties. Als je iets krijgt in het Waddengebied, je kunt het zien hoe groot stuk is dit nou, nog een kilometer, hoeveel mensen je nodig hebt om dit handmatig te ruimen. Het is op zich wel zwaar werk, olie en je schept nat zand mee, dus dat wordt zwaar, zeker. Rijkswaterstaat is tevreden met de oefening. Ja, een feestelijk moment vandaag voor 27 mannen en vrouwen van de landmacht. Ze zijn op de Grote Markt zijn ze beëdigd, omdat ze binnenkort worden uitgezonden naar Litouwen. Wouter Meerema uit de Post. Je moeder is er ook. Bijzonder moment voor jullie vandaag. Ik ga straks met jullie daarover praten. Maar we gaan eerst even kijken naar de militaire eer die jou vanmiddag ten deel viel. Ik ben zeer trots op de kerels. Litouwen, daar zitten wij met andere bondgenoten. En dat is eigenlijk ter geruststelling van de bevolking in Litouwen. Hoe gevaarlijk is de missie voor de mensen die daar naartoe gaan? Nou, de missie is, heeft te maken met hoe is de situatie daar waar je naartoe gaat. Die is nu niet gevaarlijk. Dat willen we ook allemaal graag zo houden. Beëdiging, dat wil zeggen dat je eigenlijk bereid verklaart om je taak als militair uit te voeren. Eigenlijk een soort van voor- en tegenspoed. Je conformeert je aan de regels, waarden en normen die wij afgesproken hebben in onze organisatie. Soldaat Jongman, soldaat Meema. Ik beloof trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten, onderwerping aan de vrijheid. Dat proberen we. Ja, Annette, u zit hier volgens mij met trots naar te kijken naar uw zoon, uw kind. Ja. Binnenkort wordt hij uitgezonden naar Litouwen. Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje een dubbel gevoel eraan overhoudt. Want het kan ook wel spannend zijn, denk ik. Ja, dat is ook spannend. Ja. Ja. Er waren
meerdere missies. Alleen Wouter, zijn compagnie gaat dan naar Litouwen. Ja. Ik vind het prima. Dit is wel een missie die je voorkeur had, zeg maar. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja. Er zijn ook andere plekken waar hij heen had gekund, waarvan je denkt van, oh, slik. Ja, precies. Ja. Beetje enger. En ja. hij zou dat heel graag willen. Maar, achterblijvers vindt het vaak lastig. Maar heeft op hem ingepraat? Toch niet doen? Nee. Daar hebben wij geen invloed op. Nee, nou even eerlijk. Nee. Wouter, nee, maar ik begrijp het wel. Ja. Het was een bijzondere dag voor jou. Lang naar uitgekeken naar dit moment? Ja, eigenlijk wel. Dat, toch is dit wel een stukje officieel. Nou hoor je er eigenlijk officieel bij. Ja. Ja, daar heb ik wel naar uitgekeken, ja. Ja, en dan krijg je ook een fles sterke drank. Ja. Waarom is dat? Wat is het verhaal hierachter? Nou, dat heeft met de tradities te maken. Onze traditie die gaat echt een hele eind terug. Het begon met Johan Willem Friso. Die was stadhouder van Friesland, Groningen, ja. Drenthe en Overijssel. En nou ja, vandaar dat de beëdigingen die doen wij ook in Leeuwarden of nou ja, dit jaar dan in Groningen. En dan krijgen we, nou, omdat dus de stadhouder, die was daar dus de baas van. Ja. En die hield wel van de borrel. Ja, nou, ja. Blijkbaar. Ja. Was de kleine Wouter, had hij dat ook altijd in zijn hoofd zitten, dat hij militair wilde worden? Van kleins af aan verzamelde hij legerkleding bij buren, bij familie. En hij verkleedde zich altijd. En, soldaatje speelde en zo. Soldaatje. En dat is altijd zo gebleven. Je hebt altijd, het is niet zonder risico's, hè? Ja, nu ga je naar een relatief veilige plek. Ja, maar die risico's blijf je altijd hebben. Ja. En ja, maar hoe doe je dat voor jezelf? Hoe ga je daarmee om? Daar moet je wel van bewust zijn. Niet te veel mee bezig zijn. Nee. Want, als je te veel erop gaat letten, ja, de risico's zitten er aan. Maar ja. Ja. Ik hoor Litouwen. En ik moet heel eerlijk toegeven, dan heb ik niet meteen een beeld van wat doen wij in Litouwen. Of wat doen wij in Litouwen? Wat doen militairen in Litouwen? Heb je enig idee wat je daar gaat doen? Het is voornamelijk gewoon een stukje veiligheid dat wij bieden aan de Litouwse bevolking daar zo. En ook laten zien dat wij daar zitten. Wij niet alleen, wij vallen onder het Duitse regiment. En wij zitten daar dus nog wel met meerdere landen. Ja, want in Litouwen worden ze wel zenuwachtig van een wat, noem het maar, een assertieve buurman. Hè? Ja. De meneer Poetin en zijn vrienden. Moet je dan ook Litouws leren? Kom je ook in contact met Litouwers? Je kan inderdaad in contact komen met burgers, maar niet heel veel. Dus stel, je moet ergens naar een oefenterrein verplaatsen. Ja, dan kun je door een dorp komen. Maar dat, ik heb zelf er nog geen ervaring mee. Dus ik heb geen idee hoe dat gaat. Hoe zal het voor u zijn als hij naar het buitenland gaat? Ik vind het wel spannend. Dat je zo lang eigenlijk weinig contact hebt. Ja. Maar ja, Wouter heeft hiervoor de VEVA-opleiding gedaan. Was hij ook vaak op stage. Zijn opleiding was in Oorschot, heb je ook niet altijd contact. Dus op een gegeven moment wen je er ook aan dat geen bericht is dan goed bericht. Ja. Want hoe lang ga je weg? Zes maanden. En wanneer ga je? Juni 2018. Duurt nog wel. Ja, die is nog wel op, ja. Heel veel succes, Elita. Succes, dank je wel voor jullie komst. Ja, graag. We gaan naar jou, Bart, hè? Want ik las het vanmiddag bij ons op de app, de brand in het Holland Casino. Ja. Weer brand. Ik dacht van, dat is een foutje in onze app. Een technische fout. Dat is een oude app. Ja, dat had ik. Ja. Nee, maar dat is niet zo. Nee, dat is niet. De brand is inderdaad weer opgeleid. Of eigenlijk is hij nooit uit geweest, maar hij werd ineens dus weer zichtbaar en groter. De brandweer is er naartoe gegaan. En dan krijg je dus dit. De brandweer komt daar dan heen. En het punt is, ze willen het natuurlijk wel een keer goed blussen. Dit mag niet gebeuren. Dus wat ze nu hebben gedaan, is dat ze een deel van het dak aan het verwoesten zijn, zodat ze wat dieper kunnen blussen. Ik probeer het niet technisch uit te leggen, want ik snap het technisch ook niet. En zo moet het oplaaien van het vuur dan eindelijk worden voorkomen. Klinkt logisch, maar ik vind het goed. En je hebt in ieder geval niet technisch uitgelegd. Nee, daar ben ik heel blij om. Tot zover deze uitzending van Noord Vandaag. Straks nog de weersverwachting met Harman Boeren en onze kennisquiz Klauk. Fijne avond en graag tot morgen. Dag. We gaan met de hele groep op linie het strand schoonmaken. En met de wind meewerken. En zorg voor elkaar dragen ook.